Hey kijkers, en in deze video spelen we weer de FIFA 17 en we beginnen deze wedstrijd tegen een wedstrijd tegen Club Brugge. Het is in Brugge, dan betekent dat we het altijd wel moeilijk hebben, want Brugge is toch wel een van de moeilijkste tegenstanders in deze Belgische competitie, zeker als het een vast als het in Brugge is. Maar de audio is dus al achteraf ingesproken en we zijn hier al meteen in aanval en pas ik dan naar Stanchu en Stanchu trapt hem dan gelukkig binnen en staat het dan 0-1 voor ons. Ik ben echt blij met dit doelpunt. Toch wel handig als we dan meteen in het begin van de wedstrijd dan een doelpunt maken, want ja, hier zien we dan nog even de herhaling en dan mooie binnen tikken. Maar dan krijgen we hier een corner voor Club Brugge. Maar er wordt uiteindelijk niks en dan is het uiteindelijk bijna het einde van de eerste helft. Ja, nu is het einde van de eerste helft. En dan gaan we over naar de tweede helft. En de tweede helft zal er nog wat dingen gebeuren. Dus dat ga ik al zeker vast vertellen. Hier krijgt Club Brugge een kans en die scoren ze. Het is 1-1. Betekent dat we het steeds moeilijker hebben. Het is, moet toegeven, het is wel een heel mooi doelpunt van Vossen. Die hij scoort met het hoofd. Echt toch wel een goede goal. Maar hier een paar minuten na die goal scoren wij dan. En dan is het 1-2 voor ons. Toch wel een heel erg belangrijke goal. Want anders bleef het 1-1. En ik ook... zo meteen een paar wissel doen. Ik zet Trebel erop. En dat is de enigste wissel die ik eigenlijk doe. En dan krijgt Club Brugge hier nog een corner. Ze doen er niet echt iets mee. Maar dan zijn wij in een tegenaanval. En daar gaan we. Daar is Trebel. Zal hij de kans afmaken? Trebel in aanval. Hij moet deze afmaken. Of zal het niet doen? En hij maakt hem jammer genoeg niet af. Maar er is nog een kans. Deze keer is het Stanchu. En die maakt hem dan wel af. En dan is het 1-3 voor ons. Club Brugge is de ploeg gewoon met het meeste balbezit. Maar wij zijn dan het ploeg met ongeveer evenveel kansen. En dan ook even zien wie man van de wedstrijd is. En wie alle doelpunten hebben gemaakt. En wie de assisten en zo van in deze wedstrijd hebben gemaakt. Maar de volgende wedstrijd is tegen Waasland Beveren, die simuleren we. En het is dan gelijk gebleven. Maar dan is het ook het einde van de transferperiode genaderd. En laat ik even ook alle transfers zo'n beetje zien. Hier in transfer zijn ongeveer gebeurd. En ook zie ik dat Özil naar Barcelona is gegaan voor een paar miljoen euro's. En Lacazette is naar... de volgende wedstrijd is tegen Oostende, die gaan we ook simuleren. We spelen thuis en deze winnen we gelukkig wel. En dan is de volgende wedstrijd de eerste wedstrijd in de Europa League. En ja, bedankt om te kijken en laat nog een leuke reactie achter.